Ja, doe maar. Welkom bij aflevering 6 van Hennissee. Ja, de Lemkes gingen al vroeg goed bij ons tegen PSV. Die Lemkes van Eindhoven die gaven goed licht. Baba, 0-4. De eerste 20 minuten liggen het wel flitslicht, man. Baba. Breienburg die hield een beetje zijn eigen niveau, maar de rest was niet... Maar ja, het verschil was te groot. Zondag aanstaande om 12:30 spelen we tegen Sparta, SP. ARTA. Hun hebben een stadion, dat noemen ze een kasteel. Ja, wij hadden een kasteel, maar dat was van de Baron. Dus niet van een pastoor of een ridder. Breuer en Vermorsel die hebben ook nog bij ons gespeeld, maar die konden het niveau niet aan. Dus die zijn een trapje lager gaan voetballen. Ja, de scheidsrechter van zondag heb ik gehoord, is Ed Jansen. Ja, die had op het conservatorium gezeten. Die kon zo goed fluiten dat hij daar terecht kwam. Maar de brandweer had hem eraf moeten halen. Ja, ik denk toch wel dat we gaan winnen. En dat is niet om te lachen, Alex Pastoor. Je zult wel denken, wat had die gek nou weer op zijn kop? Maar hoe waarschijnlijk kom ik in de raad van commissarissen in plaats van de raad van 11? Daar moet een beetje toezicht op worden gehouden dat we toch nog wat oudspeulers en nimwegeneuren erbij houden, want er blijft er zo geen ene meer over. Ja, ik denk dat we daar gaan winnen met 1-2, 1-3. Omdat Van Haken wie erbij is, heb ik er weer een goed gevoel bij dat we weer een stukje beter gaan spelen. Ik vond tegen PSV het publiek de grote winnaar. Een pluim voor het publiek, jongens. Klasse. Hoi, tot volgende keer.